Wie werkt er in de zorg? Ja. En wie werkt er in het onderwijs? Zijn er ook buschauffeurs? De kantine toe gaan we met mensen, de stille motor in gesprek. Dat zijn de mensen die Nederland draaiende houden. Allemaal mensen vaak met dienstbare beroepen. Omdat ik het belangrijk vind om met mensen die zo belangrijk zijn voor Nederland, om met hen in gesprek te gaan en van hen te horen wat ze bezighoudt, waar ze van dromen, maar ook waar ze zich zorgen over maken. Wat ze willen dat de politiek voor hen betekent en wat de politiek voor hen moet veranderen. Ja. Maar ik wil toch nog graag zeggen hoe de praktijk is. Ja. Want dan zeggen ze kleinere klassen. Ik heb 21 kinderen in mijn klas. Ja. Wat voor school is het? Gewoon de basisschool. Gewoon basis, ja. Er zijn zeker 4 buitenlandse kinderen die thuis geen woord Nederlands spreken. Er zitten kinderen met taalontwikkelingsstoornis in, een aantal. Een ADHD. Ja. Een kind met een enorme angststoornis. Het lijkt wel speciaal onderwijs in mijn klas. En dan moet ik op het hoogste niveau mijn lessen doen, terwijl het zo divers is in je klas en ik het niet kan bolwerken van hoog naar laag. Je hebt een onmogelijke taak gekregen. Niks geen negatiefs, ik hou van al mijn kinderen. Maar het zijn hele grote problemen. Ja. En die moeten wij oplossen. Met de rug tegen de muur, want dat kan niet. En zeker niet na al de inspectierapporten die zeggen, ja maar mevrouw, je moet zo les geven, zo les nemen. En dan denk je, kom eens eventjes het zelf doen. Ja. Want je vraag is onmogelijk. En dat moest toch heel even doen. Heel goed. Misschien wil jij iets vertellen over je werk. Op de bus. Je verliest de lol van je werk gewoon. We dienen allemaal iets. We zetten ons er allemaal voor in, maar een keer is het genoeg. Je loopt tegen die burn-out of die collega met die burn-out of... Ja, we maken dat allemaal mee. We hebben niet meer de mogelijkheid om te kunnen doen waar we goed in zijn en wat we graag willen. Ja, maar wat al die mensen gemeen hebben, in welke sector ze ook werken, wat ze gemeen hebben is dat ze allemaal last hebben van zeg maar het economisme. Het idee dat het grote geld het altijd wint van gewone mensen. En je ziet dat ze wel de dupe zijn als het ware van een manier van denken bij de overheid die erop is gericht om alles zo goedkoop mogelijk en zoveel mogelijk en een enorme druk leggen en wantrouwen organiseren tegen professionals. Dat is wat ze gemeen hebben en dat is waar mensen volgens mij tegen willen knokken. Als het gaat over de macht hè, van die zorgverzekeraars, dat hoor je heel veel. En hoe staat het daar nu mee? Merk je daar iets van? Of? Je voelt eigenlijk voortdurend het wantrouwen van verzekeraars als je aan het werk bent. Ik moet echt waken dat ik niet veel meer van mijn tijd steek in mijn dossier en in het papierwerk wat er allemaal omheen komt, dan aan die patiënt. Ik moet tegen mijn patiënten zeggen, ik heb een half uur de tijd voor je, maar eigenlijk zou ik zeker 12 minuten daarvan aan het dossier moeten doen. 12 minuten? Het is om gek van te worden. Ja. Ik ben op dit moment even noodgedwongen, directeur van de basisschool, fulltime groep 8 leerkracht. Ik ben administratieve kracht, want die is ook ziek, en adjunct directeur. Dus ik vertegenwoordig 3 FTR. Ik heb een beetje werkdruk. Oh, ja. De pech is, ik vind mijn werk gewoon leuk. Ja. Ja. Ik mag elke dag weer met mensen werken die gedreven zijn. Ik mag elke dag werken met mensen die ervoor gaan. Ja, wie? En zijn er nog mensen die ook niks hebben, als er nog mensen zijn die niks hebben gezegd, die denken, ik moet echt nu mijn kans nog grijpen, dit is het moment. Ga ik eerst naar u en dan komen we daar. Het lijkt net alsof er maar meer en meer en meer van ons wordt verwacht, terwijl wij het steeds minder en minder moeten doen. En dat hoor ik eigenlijk in elke sector. Ik ben Helene, ik werk als leerkracht op de basisschool hier in Tilburg. De verhalen zijn eigenlijk een beetje eender. Het zijn verschillende beroepsgroepen, maar alles komt op hetzelfde neer. En wel dat alles op die tekentafel wordt bedacht en het blijkt gewoon niet te werken in geen enkele groep. Ik heb eigenlijk meer een vraag. In de mooie inleiding werd er gezegd, hier zijn de hardwerkende mensen die niet klagen. Maar laten we dat signaleren dan. Ik denk dat jij in elke kantine waar je komt heel overvoerd wordt met dit soort verhalen.
Ik ben een beetje bang dat we ons sociaal gevoel kwijtraken. Alles wordt zo gedicteerd door financiële opbrengsten, financieel gewin. Ik raak het gevoel van medemens kwijt. Ja. En als we dat gevoel niet terugkrijgen, weet ik niet of we het kunnen oplossen. Nee. Dat is mijn angst. En dus mijn vraag is eigenlijk, wat is de oplossing? Waar ik heel erg aan moet denken als je dit zo vertelt. In mijn eerste boek wat ik heb geschreven, De Mythe van het Economisme. Dat beschrijft eigenlijk hoe de hele samenleving is verkleind tot een rekensom. Hoe alles wordt teruggebracht tot economische groei en winst. En cijferfetischisme. In De Mythe van het Economisme haal ik het voorbeeld aan van mijn oma. En die werkte in de toko van haar broer. En die had amper geld. Maar ze keek altijd naar anderen om. Of iemand nou iets nodig had of niet. En het mooiste verhaal vind ik van Makboel. En die kwam bij haar in de toko. En die kwam iedere vrijdag een handje rabbit. Hele hete pepertjes halen. En op een gegeven moment komt hij in paniek daar. En hij zegt tegen mijn oma. Ik heb geen geld om mijn water en licht en mijn gas. Het is allemaal afgesloten. Mijn vrouw is zwanger. Wat moet ik nu doen? En toevallig had oma net gepind. Iets van, ik geloof 750 gulden of zo. Die geeft dat geld, pakt ze uit de handtasje en dat geeft ze aan die man. Ze kent hem niet en ze geeft het aan hem en zegt, ja, ik hoop dat je het me teruggeeft. En vervolgens heeft hij tot de allerlaatste cent terugbetaald. En mijn oma heeft dit altijd uitgelegd als kassian, zeg maar. He, empathie, kan je naar de ander kijken, durf je te delen wat je hebt. En dat heeft mij verlokt tot de uitspraak, ik zou willen dat onze overheid wat meer op mijn oma zou lijken. Daar heb ik heel veel kritiek op gekregen. Want een overheid die moet neutraal zijn en die moet helemaal niet op jouw oma lijken en dan gaan we failliet. Dat denk ik dus niet. Want mijn oma heeft iedere cent teruggekregen die ze heeft gegeven aan Makboel. Had het ook mis kunnen gaan? Ja, het had ook mis kunnen gaan. Maar als we mensen wat vertrouwen geven, als overheid, hè, en als we als overheid nou eens weer mensen durven te zien, dan zie je dat de meeste mensen echt goedwillend zijn. Alles is helemaal dicht geregeld in Nederland. Alles is gebouwd op wantrouwen. Als je terugkijkt naar heel het verhaal van de onderwijs, je kijkt naar de zorg, je kijkt naar het openbaar vervoer, of je kijkt naar de PTT, KPN, wat je ook maar op wilt noemen. Het wordt onderdrukt, het wordt door de regering op deze manier opgelegd. Zonder dat ik daar over verder uitweid, ik stem ook op PVV. Ja. Geen pardon. Maar waarom is dat? Dat is niet omdat Wilders zo geweldig goed is, dat is alleen maar om het tegengeluid te laten horen. De lagere mensen, dat pak ik dan mezelf gewoon sociaal, bij. Sociaal-economisch, hè? Die zeggen dan gewoon van, nou, er moet een harde tegenpartij komen. Pim Fortuyn, nu Wilders. En dat is alleen maar voor die stem. Wilders gaan nooit niks waarmaken. Ik vind het ontzettend gaaf dat je dit zegt. En dat je er bent, vooral. En dat je eerlijk zegt, ik stem op de PVV. Maar wat ik wil, is dat jij of al die mensen die inderdaad op de PVV stemmen, ik vind eigenlijk dat die bij links thuis horen. Gevoelsmatig wordt er eigenlijk een beetje misbruik gemaakt van de enorme passie van al die mensen die hier werken. Die gewoon elke keer de mensen tegenover zich zien waar ze het voor doen. En het dus ook blijven doen. Maar eigenlijk daardoor voortdurend hun grenzen overschrijden. En dat zie ik bij de leerkrachten in de klas. Ik zie het bij de interne begeleider. En ik zie het soms ook bij mezelf, helaas. En daar heb ik last van. De afgelopen jaren is er heel veel afzonderlijk voor elkaar gestreden. Hè? Jullie zijn in actie gekomen voor wat er gebeurt. Het onderwijs komt in actie. De politieagenten, er komt ook weer een nieuwe cao aan. In de zorg zijn er acties geweest. Maar uiteindelijk is het niet iets wat per sector gaat. Uiteindelijk is er iets overkoepelends waar het volgens mij misgaat in Nederland en niet de goede richting op gaat. En dat heeft er inderdaad alles mee te maken dat mensen worden behandeld alsof het cijfers zijn. Hè? Ik noemde dat het economisme, dat het belang van het grote geld het uiteindelijk altijd wint van gewone mensen. Dat het wantrouwen wat er is richting jullie beroepen zo enorm groot is dat je niet meer je eigenaar voelt van je eigen werk. Dat je het helemaal niet erg vindt om keihard te moeten werken als je maar het gevoel hebt dat aan het einde van de dag het iets heeft opgeleverd. En dat je niet voortdurend mensen moet teleurstellen. En wat ik heel erg hoop en wat onze bedoeling is en onze politieke missie is ervoor te zorgen dat iedereen van zijn eilandje afkomt, zou ik bijna willen zeggen. En dat we met elkaar gaan strijden. Omdat uiteindelijk als we dat systeem erachter in Politiek Den Haag niet gaan veranderen, dan kan je wel succesjes boeken doordat er misschien een beetje meer geld bij komt.
in het onderwijs, of dat er misschien bij de politie iets gaat veranderen. Maar het grote geheel verandert anders niet. En daarom gaan we toewerken naar een hele grote manifestatie, ook in het najaar. Om zoveel mogelijk mensen met al die verschillende achtergronden samen te brengen. Om aan te geven, tot hier en niet verder. We moeten verandering hebben in Nederland, zodat het weer gaat over mensen, dat die centraal staat. Dat het niet gaat over kille cijfers en het afrekenen van mensen. Dat het weer gaat over verantwoordelijkheid die je legt bij professionals. Mensen die met hun hart en hun volle overtuiging dat dienstbare beroep hebben. Ik ben ervan overtuigd dat als we de handen ineen kunnen slaan en als je kunt samenwerken, dat we er dan in slagen om ook die tegenstellingen die je in Nederland hebt te overbruggen. Omdat er uiteindelijk veel meer is wat ons verbindt. Of je nou uit Leeuwarden komt, hier uit Hoofddorp of uit Amsterdam, uiteindelijk zie je dat we eigenlijk allemaal te maken hebben met datzelfde dwingende keurslijf waarin het economisch belang altijd wint van gewone mensen. Dat is de strijd die we hebben te voeren. Ik hoop dat samen met jullie te mogen doen. En als we samen blijven strijden, ben ik van overtuigd dat we Nederland gaan veranderen. Dankjewel. Dank. Goeie reis terug.